gaat beter aan. Het is de eerste try-out. De montantjes doen die nog niet af zijn. Dus dat is echt, ja, dat is best gênant dat je daar dan staat. Nee. Weet het publiek dan niet dat het een try-out is? Okay. Ja, ik hoop het. Ik denk dat we gewoon gaan beginnen zoals we afgesproken hebben. Mia schuifelt op het toneel. Die stemmen laat me even weg. Ik wil niet meer bezig zijn met vroeger. Vertel even, jongens. Is me ontgaan, waarom is dat neerpakken en neerpikken eruit? Als daar weer een zinnetje tussendoor zit, dan komt daar zo'n energieverlies in de scène en raak ik het kwijt. Ik kan... Buitengewoon jammer voor mij. Maar goed, gaan we doen. Ja. Wat een enerverende toestand net. Een week voor de première. Hoe is het gevoel? Nou, maar een week voor de première, wat veel erger is, is een paar uur voor de eerste try-out. Dat is toch erger, waar je zegt? Ja, maar het is rampzalig gewoon weer. Rampzalig? Echt, ja. Niet dan? Nou, ik vind het ook wel spannend. Er moet nog wel wat gebeuren. Dus dat is wel dat je denkt, oh god. Mijn hersens kraken, echt, want het is natuurlijk mijn oude hersens. ik heb jaloers. Jaloers? Oh, op hun. Nou, mijn op hersens, hun. Die laten me af en toe ook wel in de steek. Nou, hoor. Echt niet. Een paar weken terug toen ik bij jullie was, hadden we het daar al even over. Je bent iets meer dan 40 jaar ouder dan Elise. Mm-hmm. Ondervind je daar ook nadeel dan van? Ja, het is, je wordt ontzettend met je neus op de feiten gedrukt. Dat je gewoon oud bent. En al die jonge blommen, die flotsen er maar doorheen. En die hersens, die blijven allemaal goed werken. Terwijl ik zo nu en dan zit ik klaar voor iets. En dan denk ik, zo. En wat zou er nu eens komen? Ik heb geen idee. Zie je dat soms wel eens gebeuren? Ja, natuurlijk, dat zie ik wel eens gebeuren. Maar ja, gek genoeg, in die rol van Petra kan het ook wel. Heel goed. Peter, jij zei vorige keer ook tegen mij dat je af en toe ook een beetje alleen voelt in deze productie. Nou, reken maar. Waarbij komt voor een groot deel dat ik dirigent ben. Dus ik weet van alles niks. En ik zie hun de hele dag, zie ik ze zo. Aan één tussen de repetities door, echt waar. Ze zijn allemaal verslaafd, inderdaad. En je kan natuurlijk ook zoveel, hè, met je iPhone. Want je zit het ook op te nemen, alle koortjes en dingetjes. En inderdaad, af en toe even appen naar de oppas. Hoe gaat het thuis met het kind? Tuurlijk, dat doen we. Ik voel me soms... heel alleen. Oh, nee. Petra! Oh, jee. Nu ik dit weet, ik ontferm over je. Nee, maar dat... Maar het is natuurlijk ook wel een oprechte hartekreet. Ja. Of heb je er iets van gemerkt dat het af en toe... Nee, natuurlijk. Het is ook... Kijk, Petra die zit dan in de voorstelling in de rolstoel. En die is ook... Alleen. Maar ook, ja, wat eigenlijk in het stuk gebeurt... dat gebeurt hier dus kennelijk ook buiten het stuk. Ja, wat heel triest is. Maar ook wij als koorleden, we zijn zo met onszelf bezig. Mia Mitchell, dirigente van het vrouwenkoor, wordt ook vaak vergeten. Wordt vaak in de coulissen achtergelaten. Dus het is een knap staaltje typecasting eigenlijk ook. Over 5 minuten gaat ze halen. Ja. Dan gaat... Rob van de Stoel. Dat is namelijk bij Bowie Wonderland, hè? Ja. Ja, precies. Maar dat weet ik niet van jou. Precies. Over een week première. Hoe gaan jullie zo de try-out in? Ik ellendig. Loopt het wel? Eén groot brok ellende. Dat heet een try-out. Dus er mogen nog dingen misgaan. Afgaan alsjeblieft. Petra is de gewezen dirigente. Zeker. Maar haar is het nodige overkomen in haar leven. Ja, bij Hully ook hoor. Want daar gaat het stuk over eigenlijk, hè? Ja. Je ziet wel wat er gebeurd is met die vrouwen. En in mijn geval, ik speel Edda die niet helemaal geestelijk in balans is. En zij heeft nogal een klap gehad van dat toen uit elkaar vallen van dat koor destijds. En voor haar is het bijna therapeutisch om deze avond gewoon goed in te gaan en goed af te sluiten. Floor! Oh, mijn god. Is dat Edda? Nee, Edith Piaf. Ze heeft een terugval, maar dat trekt zo wel weer bij. Wat fijn dat je er bent, Edda. Je kan ontzettend mooi zingen, Edje. Edda. Mijn naam is Edda. Veel schakelen voor jou dan? Ja, het is echt in deze voorstelling. Ja, het is echt schakelen. Nee, niet te dichtbij, niet te dichtbij, niet te dichtbij. Als ze er zo aan toe is, dan moet je haar... Geweldig. Jij schakelt echt zo.
niet iets van, en dan ga ik misschien en dan langzamer in die drie volgende zinnen ga ik nog eens die kant op. Nee, ja. Bam, die knop gaat om. Vind ik ontzettend knap. Ça commence avec...